Ik ben een achtbaan lancering aan het maken, daarvoor heb ik veel spoelen nodig. Maak je die beter zelf of koop je die beter? In deze video ga ik dat uitzoeken. Wil je eerst even de video liken en abonneren op mijn kanaal. Zo blijf je op de hoogte van al mijn experimenten. Ik heb hier vier lithium-ion-batterijen serie en parallel geschakeld. De bedoeling is dat de spoel zo onder de baan komt en dan gaat het karretje overrijden en wordt die aangetrokken of afgestoten. Die cellen heb ik ook ergens vandaan gehaald, bijvoorbeeld uit zulke powerbanks. Ik ga daarom deze powerbank eens openmaken om jullie te laten zien wat erin zit. Ik steek mijn schroevendraaier onder de rand en dan klikt hij open. Deze powerbank heeft volgens mij eens in het nat gelegen omdat alles verroest is, best gevaarlijk. Deze cellen ga ik dus ook niet meer gebruiken voor dit project. Er komt helemaal niets op mijn meter, dus dat wil zeggen dat ze echt kapot zijn en dat je ze best kunt inleveren in een inzamelpunt. Wil jij nu zien wat de beste optie is? Een elektromagneet zelf maken of kopen? Check dan de volledige video op mijn kanaal.